kan ik het niet doen. Ik hou een dekstrouw. Hij schreef de kaart in de krant en zo, dus hij weet alles. Hij weet alles. De haven komt op. Ik heb hier heel vaak. De haven. Ja. Dat is een goede video, Piet. Oh, no, no, no.
Voor de derde keer alweer de Kuukse quiz. Altijd spannend. En zoals altijd is Wijk TV weer even in de nieuws, want hier wordt weer heel hard gewerkt, hè? Bert Keizers, jij weet er alles van, hè? Jij doet ook al 3 keer mee. Ja, dat klopt. En het is iedere keer een uitdaging en we leven er naartoe. En je ziet ook de saamhorigheid. We willen natuurlijk graag winnen, dus iedereen. Maar ook gewoon de gezellige avond die we eraan vooraf hebben is gewoon leuk. En de avond zelf is gewoon heel leuk. En dan we afwachten wat het eindresultaat is. Wat maakt de Kuukse quiz zo leuk voor jullie? Nou, omdat het eigenlijk met heel veel diverse vragen zijn op sportgebied, maar ook lekker over echt oud kijk. En je gaat ook heel veel hulplijnen bellen, omdat we toch een aantal dingen zelf niet weten. En dan gaan we toch eens kijken, van jongens, kennen onze vrienden, kennissen of misschien ooms en tantes die wel nog dingen weten over oud kijk van vroeger en zo. En ja, heel veel dingen lukt ons, dus geweldig. Ja. Want hij is wel grappig als je hier even bent, want dan hoor je elke keer schreeuwen van kent er iemand die zeilt? Of kent er iemand nog een oude man hier van de foto? Dat is echt samenwerking, hè? Ja, het is ook een beetje, onder stress werken is een beetje misschien te veel gezegd, maar het is wel de spanning die er zit, want iedereen wil toch zijn eigen ding goed doen. Zoals je ziet, die zeilboot maken, ze doen er ontiegelijk veel werk aan, hun best voor. Mensen daar zijn echt met laptops bezig, dus iedereen doet zijn uiterste best om toch te proberen hoog te scoren. Ja. Want er zitten verschillende opdrachten in, hè? Jullie moeten door het dorp lopen, je hebt theorie dingen, knutselwerkjes, dansopdracht hoor ik. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Het wordt ook ieder jaar moeilijker, heb ik de indruk. Het is sportvragen, het is echt over oud kuik, het is dialect. Er zit van alles eigenlijk in. Zelfs nou over oude parfums van weet ik veel hoe lang geleden je op moet zoeken wat ze kosten en welke de duurste is. Ja, leuk, geweldig. En dan bellen we gewoon iedereen op. Iemand die in de parfumzaak werkt, die ons kan helpen. En zo proberen we de boel bij elkaar te krijgen. Met hoeveel mensen zijn jullie aan het werk nu? Op dit moment met, ik geloof, 25. Helaas, op het einde van de middag hebben 4 mensen zich afgebeld door ziekte. Ja, dat zijn dingen die jullie zelf niet in de hand hebben. En die mis je dan toch wel even, want iedereen heeft zijn eigen vakkennis. En we nodigen bij mensen uit van denken, god, die is goed in sport, die is goed hierin. En maar het gaat goed komen. Ja, heb je genoeg tijd? Ja, ik weet niet hoe laat het op dit moment is. We hebben nog een paar uurtjes, maar ik doe zelf een beetje rondlopen en kijken waar nog open vragen zijn. Of een ander die kan oplossen. En ik heb het gevoel dat we die allemaal op tijd opgelost hebben. Ja, heb je enig idee hoeveel groepen er meedoen? Ik meen dat het op dit moment tegen de 70 aan is. Het kan 72 zijn, het kan ook 69 zijn, maar weer een behoorlijk aantal. Dus half Kuik is op de been. Het leeft en ik hoorde van de mensen die de opdrachten net in Kuik moesten doen, dat het behoorlijk druk was. Dus echt heel leuk. En het mooie was, we moesten nou ook iets zoeken met zo ver mogelijk over de datum. Nou, zijn we in België gegaan, had toevallig iemand die alleen woont, de meneer, die had een potje bonen staan van, ik geloof, 12 jaar geleden of zo, wat over de datum was in die kast. Dus en dat zijn dan wel leuke dingen die dan toch kunnen snel kunt regelen. Dus, zo is ook een mooie hulplijn, hè? Ja, hetzelfde met de klompen. Ja, probeer maar op dit moment klompen aan te komen. De kwei was dicht, want het was pas na 6 uur, dus ook weer in België gegaan. En toen hebben we een paar leuke klompen kunnen charteren. Dus doen we dat eigenlijk? Ja. Nou, de mensen zijn wel heel enthousiast bezig hier. Dit is iets waar jullie wel ook blijven doen de komende jaren, denk je? Als het doorgaat, want ik weet niet of het volgend jaar ook is, ik meen een jaar over wat we slaan, dat weet ik niet 100% zeker. Maar ongetwijfeld, als je ziet de saamhorigheid, hoe gezellig het is en leuk het is, gaan we ongetwijfeld volgend jaar weer meedoen. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte en wijsheid dan nu. Hè? En misschien dat je iets hoger komt dan vorig jaar. Laten we hopen. En dan laten we jullie ongetwijfeld weten. Okay. Jullie ook bedankt in ieder geval voor de komst. Ja, veel plezier. Hè? Dankjewel. Hoor ik. Ja. Hoe lukt het? Ja, het gaat wel. Hè. Even eerst de spullen bij elkaar zoeken en dan gaan we gewoon aan de gang. En dan komt het vanzelf goed. Ja. Dat is lekker ouderwets, hè? Een klomp met een zeiltje. Ja. Het meeste werk was om te vinden waar we een klomp konden houden. Ja. Ja, wilt u het nog even zingen? Ik kan alleen maar een klomp met een zeiltje en daar bovenop. Sorry. Kijk, nou hier het begin is er al, toch? Maar, daarom. Het gaat goed komen. Het komt helemaal goed. Mooi zo, succes. Dankjewel. U bent alles op de telefoon aan het opzoeken, of niet? Ja, ik ben alles op de telefoon aan het opzoeken. Dat mag gewoon. Dat mag, ja. Je mag gewoon alles, hulplijnen, ja, computers, je hulplijnen, telefoons. Computers, iedereen mag je... Mag je vragen voor... Maar niet iedereen geeft antwoord natuurlijk. Hè. Heel Kuik doet mee. Hè. Dus dan krijg je niet alle antwoorden. Nee. Is hij moeilijk? Ja, hij is best wel moeilijk. Hij is ieder jaar moeilijk. Hè. Ja, hij is altijd moeilijk. Wat is uw specialisme? Ik heb niet echt een specialisme. We gaan gewoon alle vragen... In ieder geval geen sport.
Dan kijk ik gewoon alle vragen die een beetje algemene vragen. Ja. En lukt het? Het lukt aardig, ja. Het lukt heel aardig. We zijn al een heel eind. Ja. Nou, heel goed. Dan zal ik niet te lang storen. Nee, dan ga ik gewoon verder, hè. Gewoon verder. Ja, dankjewel. U zorgt voor de inwendige mensen hier, of niet? Ja, zo hoort dat, hè. Ja. Zorgen dat de mensen goed te eten hebben en dat ze straks met plezier weer terugkomen. Ja, dus geen vragen oplossen, maar lekkere hapjes maken. Lekkere hapjes maken. Heel belangrijk. Ja, daar zijn de mensen ook wel tussendoor blij mee een hapje. Hè? Want s'avonds hebben ze toch meestal trek in een hapje. Dus, dus dan moet je ze toch een beetje verwennen. Hè? Precies, het ziet er goed uit. Oké. Okay. Dank u wel. Bye. Heb je vaker meegedaan? Nee, dat is voor mij de eerste keer. Oké, dus dan komt er ineens heel wat op je af. Ja, dat klopt, ja, ja, ja. Maar wel een aantal oplossingen gevonden of antwoorden? Ja, wij krijgen hier de sportafdeling. Ja, daar ligt mij toch wel waar. En dan kun je toch wel het een en ander over vinden, dan zeggen. Thank you.